Nou, even serieus, dit is erg zwaar. Nou, sorry hoor, dat gaat helemaal niet. Ik ben gewoon buiten adem al nu. Elk jaar gooien we 33 kilo aan voedsel per persoon weg. Dat is zonde en vooral zwaar. Kom in beweging tegen voedselverspilling en doe mee met de workout. Mag je niet uit. Oké, tijd voor een workout. We gaan 10 minuten trainen, 10 oefeningen doen en elke oefening duurt 45 seconden. Dat betekent dat je tussen de oefeningen door 15 seconden rust hebt. Oefening 1, jumping jacks. Let's go. Oh, dit gaat al geweldig. Doe een beetje opwarmertje voor de rest van de oefeningen. Even al het hele lichaam wakker maken. Beetje die spieropspanning. Oké. Hou vol. Nou jongens, de tijd gaat iets snel. Volgens mij zijn we er bijna. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, lekker warm. Ondertussen heb je die pauze. Leg ik even de volgende oefening uit. Squatjes gaan we doen. 45 seconden. Zorg ervoor dat je je voeten schouderbreed hebt. En als je door je knieën gaat, dat je knieën niet voorbij je tenen gaan. Jullie helemaal zo diep, maar gewoon 90 graden is helemaal prima. Ready? Let's go. Gaan we. Lekker voor je kijken, niet naar je voeten kijken. Voor je uit. We zijn op de helft. Nog even volhouden. Het gaat er niet om dat je heel snel gaat, maar dat je gewoon de oefening technisch goed uitvoert. Laatste 10 seconden. We gaan weer aftellen bij 5. 5, 4, 3, 2, 1. En ready. Oké, volgende oefening. Lunges. Als je gewichtjes hebt, pak ze er dan eventjes bij. Let bij lunges erop dat wanneer je uitstapt, dat je niet met je knie voorbij je tenen gaat. Dus ga recht naar beneden en terug. En dan gaan we gewoon afwisselen. Ready? Gaan we. 45 seconden. Lunges. Ik heb nu 2 keer 3 kilo in mijn handen. En dat gewicht, 6 kilo dus, verspillen we per persoon per jaar aan brood. Ja, dat is ook wel weer een goed aantal. Ik voel het al een beetje in mijn benen. We zijn aan de helft. Hou vol. Goed afzetten met je voorsteen. Zorg ervoor dat je knie niet gaat wiebelen als je een beetje moe wordt. 5 seconden nog. 4. 3, 2, 1. Kom nog een beetje extra. En de laatste. Lekker bezig, jongens. Heel goed. Gewichtjes leggen we aan de kant. Even hydrateren tussendoor. Belangrijk. De volgende oefening is planken. 45 seconden. Zorg ervoor dat je kont goed aanspant. En dat je niet gaat doorzakken in je rug, want dan krijg je pijn. Probeer maar recht te houden. Ready? Go! Ik heb altijd heel snel dat ik al ga trillen. En dan denk ik, ik ga het niet volhouden. Maar uiteindelijk lukt het dan wel. Maar het is gewoon eventjes doorzetten. Die ook. Lekker die buikspiertjes aan het werk zetten. En ik weet niet wat het is, maar hoe vaak ik het ook doe, ik blijf dit gewoon pittig vinden. Ongelooflijk. Seconden nog. Laatste 10. Hou vol, hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Ready. Oké, de sidestep. En als je hem hebt, kun je deze heerlijke bootyband gebruiken. Je begint aan het einde van je mat. Of als je geen mat hebt, gewoon ergens anders. Je doet hem even goed om. En belangrijk is, ik ga nu 2 stapjes rechts doen en dan weer 2 stapjes links. Is dat je niet omhoog komt tijdens het stappen. Ready? Let's go! 1, 2, 1.
2. En je voelt dadelijk verzuring. Je voelt het lekker branden. Maar ja, alles om lekker een beetje spieren te kweken. Een beetje fit worden. Dan maar 45 seconden. You can do it. Ik voel hem ook al lekker branden. Zet nog even door. Hou de techniek goed. Blijf lekker diep zitten. Niet omhoog komen. We zijn er bijna. Hou die rug recht. Laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2, maak hem af. 1. Ah, zo jongens. Woe! Volgende oefening is sideplanken. Kijk, aan welke kant ga ik beginnen? Een soort dansje tussendoor, leuk. Wat je kan doen, we gaan omhoog. Span je kont weer goed aan. Als je het iets te zwaar vindt, kan je deze naar voren leggen. Wil je een beetje meer uitdaging, leg je hem gewoon hier. Doe je arm omhoog. Zorg ervoor dat je niet inzakt. Houd hem gewoon recht. En dan gaan we beginnen. Let's go! Oh ja, even een goeie om te weten. Op de helft gaan we wisselen van kant. Weer die kont aanspannen. Voel de boel weer lekker trillen. Gaan vol, bijna op de helft. Is ook heerlijk die zijkant, die rechterzijkant voel ik nu. Yes! Gaan we snel draaien. Hup, andere kant. Dan gaan we door. Je kan hier natuurlijk een beetje een soort van smokkelen, omdat je moet wisselen van kant. Om jezelf echt uit te dagen, kan je ook heel even wat langer blijven staan. 10 seconden, pak dan even 15. Dan heb je net even dat wisseltje van die pauze. Weer erbij. 3, 2, 1. Even blijven staan. 5, 4, 3, 2, 1. Lekker bezig. Gaan we door. 15 seconden pauze. Volgende oefening. Mountain climbers. Absoluut zeker niet mijn favoriet. Je gaat in een plankhouding. Leunen op je handen. Zorg ervoor dat je schouderbreedte en je armen onder je schouders. Voeten wat dichter bij elkaar. En dan ga je goed je kont aanspannen. En dan ga je gewoon hup, op en neer. Ready? Let's go! Bijna op de helft. Hou vol. Ik voel het ook in mijn armen. We zijn op de helft. Richting het einde. Zorg ervoor dat je het tempo een beetje hoog houdt. Daag jezelf uit. Heel goed. 10 seconden nog. Woe! 5, 4, 3, 2, 1. Oh, dit is een killer hoor. Deze vind ik ook echt heel pittig. Gigantisch hoge hartslag. We gaan door. 15 seconden rust. Bicycle crunches. Hartslag. Hele hoge hartslag. Bij bicycle crunches let erop dat je eerst omhoog komt. Goed die buikspieren aanspannen. En vervolgens ga je elleboog naar elkaar toe. En andersom. Oké, let's go! Probeer je kracht echt uit je buikspieren te halen. Dus niet trekken aan je nek. Hou die gewoon lekker recht. Oh jongens. Dit blijft toch ook pittig zoiets hoor. En denk je, oh easy peasy. Dan ga je gewoon die frequentie natuurlijk even omhoog gooien. Zelf de helft. Goed die onderrug in de grond drukken. Probeer die rug niet hol te trekken. 5, 4, 3, 2, 1. Goed gedaan. Kom omhoog. Volgende oefening. Pak je bandje weer als je hem hebt. Als je hem niet hebt, doe je het lekker zonder. Ik weet niet hoe deze oefening heet, maar het noemt het lekker de booty toe. Je gebruikt lekker je kont. Nou, eigenlijk alles. Je gaat met je tenen de grond aanraken. Je gaat lekker schouderbreed staan door die knieën. En je begint achter, zijwaarts. Voorwaarts, zijwaarts, achterwaarts. Oké, schouderbreedte door je knieën. En dan gaan we beginnen. Achter, zijwaarts, voor, zijwaarts, achter, zijwaarts, voor. Nou, dan gaan we eventjes zo door. Blijf lekker diep zitten. Voel het alweer gigantisch branden in mijn rechter en linker kont. Hou die stabiliteit. Zo,
wisselen van kant. Begin even lekker naar achter. Meestal heb je één kant die het makkelijker voelt. Ik vind, deze kant is moeilijker. Merk ik gewoon ook aan mijn balans. Vol, we zijn er bijna. 5 seconden nog. 4, 3, 2. Oh, zie je, ik was helemaal kwijt. 1. Heel goed, zo jongens. Deze ook weer lekker getraind. Oké, handje van weg. Laatste oefening. Supergoed. Ik pak even 2 keer 2 kilo. Als je een gewichtje hebt, pak hem er even bij. Dan gaan we een twist doen. Je gaat zitten, rug recht, span die buikspieren aan en gaan van rechts naar links. Rechts naar links. Go. Wat is het idee? Niet gaan hangen in die rug, hou hem lekker recht. 2 keer 2 kilo, dus 4 kilo. Die staan dus gelijk aan de verspilling van groente en fruit per persoon per jaar. Oké, gaan door. Laatste oefening, zorg ervoor dat je hem even goed afmaakt. Denk je, makkie, zijn op de helft. Als je denkt, easy peasy. Wil je even een tempeltje hoger, iets meer naar achter brengen. We zijn er bijna. 10 seconden nog. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Oh, lekker. Super leuk dat jullie hebben meegedaan. Tijd om even bij te komen. HelloFresh helpt mij zo min mogelijk voedsel te verspillen. Ik krijg namelijk precies thuis bezorgd wat ik nodig heb. En wist je dat voedselverspilling ook invloed heeft op onze portemonnee? Als heel Nederland niet zou verspillen, scheelt dat zo'n 2,4 miljard euro per jaar. Wow. Cheers.